Goeiedag. Het is het tweede Vastgelovenjournaal. Nog 4 weken te gaan. En dit journaal begint voor natuurlijk met een opening van het seizoen. En dit is de opening van de Spoednikkers in Bergen ter Vliet. Richard Keurs, voorzitter van de Spoednikkers. Wie is het afgelopen jaar verlopen bij de Spoednikkers? Nou, ik mag zeggen dat het geweldig verlopen is. We hebben een hele goede prins en minister gehad. En Gansberg heeft er achteraan gegaan en zeker een geweldige optocht gehad. We hebben geweldige jeugd achter ons staan, geweldige jeugdprins met prinses. Nou goed, dan hebben we vanavond een geweldige avond samen met de jeugdcarnaval. En we hopen er weer een geweldig seizoen 2009-2010 van te maken. Ik zou willen vragen, iedereen begint te tellen vanaf 11 tot 1 en dan zodoende hier de carnaval te openen. 11, 10, 9, 8, 7, 6. 3, 2, 1. Heb je nog speciale activiteiten komend seizoen? Nou, 9 januari wordt de nieuwe prins bij de Spoednikkers geproclameerd. En dan over de 6 januari komt de jeugdprins uit. En dan 23 januari hebben we receptie. En dan volgt zich eigenlijk een gans programma van waar we naartoe gaan. Diverse andere gastverenigingen. Waar we dus contacten met hebben. Houten, Schinnepgeul, Valkenberg, de Miltrofiele. En zo gaat eigenlijk het ganse seizoen tot 14 februari door. Lambert Rotenburg, voorzitter van de Foekeputjes. Wat gaat hier vanavond allemaal gebeuren bij de opening? Nou, we hebben vanavond dus weer onze bekende playback show. En we mogen wel zeggen dat vanavond die gebeurd is, dat hebben we nog nooit gehad. We zijn begonnen met 6, 7 optredens. En vanavond hebben we het dus maar liefst 20 optredens. Waar ongeveer plus minus 55 kinderen mee doen. Dus hoofdzakelijk eigenlijk een avond voor de kinderen die aan deze avond een medewerking verlenen. Dat is een vol programma. Wie denkt er dat dat komt, dat dat dit jaar zo druk bezat is? Nou kijk, dat is met alle evenementen, dat moet groeien. En dat moest groeien, dat moest een impuls aan geven. En we hebben dit jaar heel veel geflyerd op de openbare lagere school. En dan moet ik zeggen dat die onderwijzers en onderwijzeressen ontzettend veel moeite gedaan hebben met inschrijvingen. En de kinderen gewoon benaderd hebben van, dat moest dat mee doen, want dat is iets geweldigs. En dat blijkt ook wel dat ze zeker jaar dus een geweldige stijging hebben van het aantal deelnemers. Afgelopen jaar geweest bij de Foekeputjes? Afgelopen jaar hebben we weer een schitterend jaar gehad. We hadden een hele goede prins en prinses. En als we dit jaar weer een geweldig succes hebben en geluk hebben met het uitropen van de nieuwe prins en prinses, nou dan tekenen we voor het jaar 2009-2010. Dit was weer een opening van het seizoen. In Houten hebben we met Musje en Hein, die gingen ze op onderzoek, dus blijf rustig kijken. Ik zoek naar Musje. In het dictionair heb ik gelezen dat er allerhande soorten Musje zien. Zangmusje, heggemusje, enzovoort, enzovoort. Maar hij in Houten, daar schijnt vandaag het Musje treffen te zien. En daar gaan we nu eens een keer kijken of dat landelijk is, nationaal of internationaal. En vluggen een vogel voorbij, dwing ik hem gooien daar. Ja, dan ben ik content met die super schoenen daar. En ik vlieg, vlieg, vlieg wie een vogel, ben zo sterk, sterk, sterk wie een tiger en zo goed. Wie een giraffe ja zo hoef. Oh, oh. En ik spring, 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 wie een spring. Eigenlijk musje merken, wil ze dat eens vertellen? Ja, nee,
Dat is een merkje voor de muisje van Houten. Voor de muisje, en wat zijn de muisje van Houten dan? Muisje, dat zijn al die leuke jonge vrouwen die je hier ziet. Zijn dat alleen maar vrouwen? Allemaal vrouwen. Speciaal mus zien, om mee te kennen zien. Nou nee, elke mus is welkom. Kijk. Oh, wat voor soort musje zijn dat dan die je hier ziet? Ja, wat voor soort musje? Jong, oud, dat maakt niet uit. Als er maar musjes zijn. Kan musjes zijn. Kunnen ook hekkenmusjes zien? Dat heb ik niet te zeggen. Mij is bekend, alle musjes. Ja. Voor de eerste keer. De eerste keer hier in Houten met weer een musjemorgen. En wordt tot nu toe geweldig. En wie komt dat? Deze groep genomen, dames zitten geweest, een meersje, en die worden er zo geïnspireerd geraakt dat we dachten, dat kent weer hier in Houten Mouw. En zo is het gekomen. Maar, en we kennen het, het publiek wel. Toen kennen ze het in Houten. Ja. Alleen voor vrouwen. Ja, 100 vrouwen hier en vrouwen in de zaal. En wat wil ze nu nog? Geweldig. Vrouwen is een eendagsmusje vandaag. Ja. Dat mocht bij. Oh, en optredens van alle handen. Alle kanten komen ze. Vooral dadelijk moet de USA nog een optreden. Dat is geweldig. Maar je kunt toch? Ja, dat mogen we niet vertellen. Dat is een verrassing. Maar ja, die vooral u waren het niet. De village people komen dadelijk. Wat zit er eigenlijk in dat flesje wat ze naar binnen gaan? Je moet het spruiven. Ja, ik mag niet drinken onder het werken. Ik mag alleen maar werken onder het drinken. Dat is spruiven dan. Ja, proef, doe eens even. In het najaar had TV Valkenberg een live verbinding gekregen. Dat had ze kunnen zien op de kabelkrant. Veres Vastelovend Journaal kunt er natuurlijk gebruik van maken. En we maken nu een live verbinding naar de Grote Straat. Hallo Nancy. Ja Roel, ik sta hier nu in de Grote Straat en ieder moment wordt de nieuwe prins uitgeroepen. En wie is het dan? Ja, het is heel gezellig. Het is goed druk. De oude prins is net afgetrooien. Hij is verkleed samen met zijn minister als ballerina. Kom maar met kijken naar de volgende beelden. Das Geld holt mich auf. Ich wollte mir den Minister kommen. Wir besetzen uns zwar gut, wir reden es gut. Die Stunde wird an ihr Messenger. An Regieren hat ungefähr nicht mehr. Wir besetzen. Wat is dat? Het verske op berg en de blieb! De bierkant van de grote cola. Wilt hier eens vragen, misschien lukken om dat verske door maar eens uit te trekken? Wat? Je kunt een andere kleur onderhoeven. Wat gebeurt daar? Hé! Hé! Dat is me zo'n beetje bekend. VVV Waren! Op een bok, mag je die verzoeken een linkse jong een zwart masker af te doen. En steeds hier vurig, stad Prins, tegen de eerste! En dan komt de linker rechterhand de minister. Leo, mag je die verzoeken de minister zijn masker af te doen. Minister Prins! Proclamatie. Weer, Prins Tijden de Eerste van Valkenberg en minister Frans.